Wat dus, als jij dan volgend jaar aangemerkt wordt als piekbelaster? Wat doe je dan? Niks. Doorgaan. Jij denkt dat ik mijn boerderij in de staat ga verkopen? Nou, helemaal nooit. Echt niet. De grote opkoopregelingen daarvoor moeten dan volgend jaar, voorjaar volgens mij, in het nieuwe jaar, ja, of in de loop van het jaar, moet dat zijn beslag krijgen. En ja, wordt dat een succes? Ja, weet je, dat weten we pas als de boel overtekend wordt, ja of nee. Alleen ja, ik denk dat bij heel veel, een aantal ondernemers inmiddels wel, nou ja, de handdoek in de ring wordt gegooid van, nou ja, dan doen we het maar op deze manier. Daar zijn ze ook op uit. Gewoon het murfbeuken. Het duurt nu al 3 jaar. Hè? Oktober begonnen al die protesten. De meeste mensen weten dat. Maar in december had de sector een plan klaar, hè? Unaniem. Maar er werd niet naar geluisterd. En daarom zijn de boeren nu ook boos. Dat 3 jaar van Jan met de korte achternaam in de problemen zitten. Dat steeds bouwen nu ook problemen.